Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Chantal van der Velde. Chantal, je bent van Closure. Ja. Wat doen jullie? Closure is een online platform voor nabestaanden om alle abonnementen, contracten en accounts op één centrale plek af te ronden nadat iemand is overleden. Dus ik ga dood en mijn familie wordt het dan eenvoudig gemaakt om te stoppen met Twitter, Facebook, bankrekeningen. Ja, dus eigenlijk echt alles. Want ja? Ga maar eens na bij jezelf hoeveel je achterlaat, hoeveel account je hebt. Ja? Dus het gaat van telecom, gas, water, licht, inderdaad, bankzaken, verzekeringen, goede doelen, maar ook social media. Eigenlijk klinkt heel simpel, maar lijkt me toch ingewikkeld regelen. Ja, daar komt een en ander bij kijken. Eerste ding is bijvoorbeeld, je kunt het beëindigen, maar je kunt ook kiezen om het op iemand anders naam te zetten. Dus een contractovername eigenlijk. Dat is een keuze. Daarnaast willen mensen ook vaak niet per direct doen, maar willen het op een later moment doen. En je hebt natuurlijk ook nog de vraagstukken met wat gebeurt er met de data, bijvoorbeeld Facebook, et cetera. Ja. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Twee redenen. Cachella en ik hebben allebei een achtergrond in econometrie, dus we zijn heel veel met data bezig. En wij raakten eigenlijk gefascineerd door wat gebeurt er met je data, ook met die nieuwe wetgeving. En we zagen eigenlijk dat er heel veel commotie over is tijdens het leven. Dus wat gebeurt er tijdens je leven, maar wat er gebeurt er na het overlijden. Daar is eigenlijk niemand mee bezig. Terwijl dat wel een heel belangrijk aspect is. Want als je ook kijkt op Facebook, heel veel mensen blijven doorleven. En daarnaast heb je al die andere abonnementen en daar heb je heel veel doorlopende kosten. Dus daar zijn wij ingedoken. Dus dat is eigenlijk het ene aspect. Het andere aspect was ook persoonlijk dat mijn oma nog steeds doorleefde. 5 jaar nadat ze overleden was op Facebook. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu is dat wel genoeg. Elk jaar weer feliciteer je oma, terwijl oma er niet meer is. Dan heb je dat bedacht. Nou ja, een goed idee. Hoe begin je dan? Ja, hoe begin je? Nou, wij zijn aangesloten bij een incubatorprogramma, Utrecht Inc. Die hebben ons geholpen bij volledig van wat doe je nou als start-up, wat moet er allemaal opgetuigd worden. En daarnaast komt heel veel neer op veel onderzoek doen, veel mensen spreken, eigenlijk de hele markt begrijpen en dan kijken naar wat het beste businessmodel is, wat in die markt past. Maar even als we bij de praktijk, het praktische probleem even beginnen. Ik heb een account. Hoe regel ik? Dat moet je van tevoren allemaal regelen, neem ik aan. Hè? Want je moet toegang hebben tot mijn account. Of laten we daar eventjes beginnen. Want wat moet je regelen? Als ik ben nu bij leven en ik wil eigenlijk zorgen dat het straks goed geregeld is. Ik neem aan dat het zo begint. Nee, eigenlijk niet. Het is echt een dienst voor nabestaanden. Het is wel nog optioneel waar we toe willen bewegen. Maar op dit moment is het echt een dienst voor nabestaanden. Oké, dus ik ga dood. Ja. Ja, stel dat u bent overleden, dan komt de nabestaande bij ons terecht. En die geeft dan aan welke abonnementen er allemaal zijn. Dus het is eigenlijk een lijst met al die abonnementen die je kan kiezen. Daar nemen we de nabestaanden doorheen. En op basis van wat er wordt geselecteerd, hebben wij eigenlijk ons platform berekend dan welke gegevens we nodig hebben. Dus wij weten precies welk bedrijf wat nodig heeft. Dus op basis van de selectie van de bedrijven vragen wij gegevens uit. En dan sturen wij de overlijdingsmelding naar de bedrijven. En de nabestaande heeft een dashboard waarin exact staat wat de reacties zijn van de bedrijven. Oké, we hebben wel eens eerder, ook bij ons in de uitzending, we doen dit al een tijdje. Ja. Volgens mij zelfs met die ene gast die uit de uitvaartbranche wel eens over gehad, hè? Van verschillende initiatieven. Er was op een gegeven moment volgens mij Account Closer. Ik weet niet of dat nog bestaat. Nee, niet dat ik weet. Dat was een gratis app waarmee je met name je social media accounts kon sluiten. Die vraag is er al heel lang. Maar ik begrijp nu dat jullie het veel breder hebben getrokken. Dus het gaat ook over banken, verzekeringsmaatschappijen. Ja. Oké. En wat is de gedachte daarachter? Als nabestaande gaat het niet alleen om social media, maar juist, we hebben heel veel onderzoek gedaan bij nabestaanden. Die geven aan dat je krijgt eindeloos veel post van bedrijven die nog doorlopen. Ook als je de rekening gaat doornemen, dan heb je heel veel lopende abonnementen. Social media is maar een heel klein onderdeel, want ook echt de ellende is bij al die bedrijven individueel benaderen. Iedereen hanteert een ander proces. De een moet je bellen, de ander moet je mailen. Soms heb je een webformulier. Dan sta je ook nog heel vaak in de rij of het duurt lang voor je een antwoord hebt. Dus het is voor nabestaanden zijn ze echt heel veel tijd mee kwijt. Dus het is veel gedoe. Ja, en ze hebben gemiddeld €130 aan lopende abonnementen. Ja, dat hebben jullie ook allemaal onderzocht. En ja. Dat maakt natuurlijk ook het betalen van een eenmalig bedrag. Want zo werkt jullie businessmodel. Je betaalt
100 euro, 99? Ja, 99 euro. Eenmalig? Eenmalig. Maar ons eigenlijk is ons businessmodel net iets anders. Want je kan of direct bij ons aanmelden, dan betaal je inderdaad 99 euro. Maar wij werken samen met de bedrijven waar we dingen opzeggen. Dus waar we de contracten beëindigen, zoals bijvoorbeeld een KPN. Ja. Daar hebben we een samenwerking mee. En ons businessmodel is eigenlijk zodanig dat wij samenwerking met alle bedrijven willen aangaan. En dat zij de kosten op zich nemen in plaats van de nabestaanden. Dus je kan ook via KPN kosteloos gebruik maken van onze dienst. Oké, want ik zag al twee bedrijven waar jullie dat mee geïntegreerd hebben op dit moment op de website. Dat als je daar abonnee bent, kun je er kosteloos gebruik van maken. Ja, exact. Zit de waarde van wat jullie hebben gemaakt ook in de integratie in de backend met al die bedrijven? Ja, juist ook. Ja. Ja, want daar kwamen we gaandeweg achter. Dus dat was echt een grote pivot. Eerst dachten we, het is een dienst voor nabestaanden. Ja. Gaandeweg kwamen we erachter dat voor bedrijven dit net zo goed een probleem is. Want zij hebben hele hoge klantenservicekosten. Omdat nabestaanden echt 4 à 5 keer contact hebben voordat ze de juiste data aanleveren. Ja, of ze worden aan de schandpaal genageld omdat ze nog brieven sturen aan overleden mensen. Ja. Dat gebeurt ook heel vaak. Ja. Of van, jammer dat u weggaat. Veel plezier bij de volgende omroep. Ja. Ja, dat is echt gek voor worden. Ja. En dat nemen wij weg. Dus wij weten exact wat ze nodig hebben. Dus in plaats van 5 contactmomenten hebben wij er maar 1 nodig. Dus dat is echt de waarde voor bedrijven. En daarom is het voor hun ook interessant. Want zij besparen kosten. En kunnen het ook echt als extra dienst aanbieden aan hun nabestaanden. Ja, maar het is natuurlijk fantastisch dat je aan twee kanten waarde vertegenwoordigt. Ja. Twee keer geld verdienen. Dus twee keer geld verdienen. Ja, maar onze ambitie is dus niet om aan de kant van de nabestaanden het geld verdienen. Want wij denken juist dat het heel belangrijk is om daar het volume zo hoog mogelijk te krijgen. Dat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En dat is ook de reden dus dat zodra we een samenwerking aangaan met een partner, dat we het via hun kosteloos aanbieden. Hey, maar het aantal diensten is oneindig eigenlijk. Als ik alleen aan mezelf denk, ik heb heel veel abonnementjes in het buitenland lopen. Ik zat niet even te denken of nou Dropbox is. Nou, er zijn er heel veel. Ja. Jullie hebben namelijk, dat heb je onderzocht. Hè? Je zei van 120 euro gemiddeld hebben mensen lopen. Ben ik jullie doelgroep ook? Ga je ook al die Dropbox dingetjes oplossen als mijn nabestaanden komen met webbus gekeken en... Ja, in principe wel. Zo breed, is dat niet heel arbeidsintensief voor jullie? Ja, op dit moment nog wel. Dus nu is het echt investeren. Maar de lijst is niet compleet op dit moment. Maar we zeggen ook altijd, u kunt gewoon als nabestaande kunt u ten alle tijde extra dingen doorgeven bij ons. En dan zetten we die in de lijst en dan profiteert de volgende weer van. Ja. Dus het is eigenlijk, het wordt steeds breder. Maar ja, op dit moment is het arbeidsintensief. Maar we werken natuurlijk toe dat naar het moment dat het niet in het geval is. Want in hoeveel valt er voor jullie te automatiseren? In principe is het contact met bedrijven is al geautomatiseerd. Het komt nu nog voor dat er af en toe een bedrijf anders reageert dan we willen. Dus dan nemen we contact op met die bedrijven. Dus daar zit nu nog veel arbeid in, inderdaad. Maar in principe werkt het platform al zo dat de notificatie automatisch gaat naar de bedrijf toe. Ja, dus dat is natuurlijk het doel, want anders is het ook niet schaalbaar. Ja. Je wil het volledig geautomatiseerd, neem ik aan, op een gegeven moment kunnen afhandelen. Dan is zo'n investering die je nu doet ook terug te verdienen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Want jullie zijn nog niet eens zo heel lang bezig. Een jaar. En ik zag dat je al meer dan 1000 bedrijven aanbieden. Ja. Dat is een enorme hoeveelheid werk natuurlijk, een investering. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Het mooie is dat we nog niet met elk bedrijf, een samenwerking. Maar het mooie is dat we het wel kunnen aanbieden. En dat komt omdat de nabestaanden ons machtigt om namens hun de bedrijf te informeren. Dus daarom kunnen we in principe, zijn we in staat om elk bedrijf te informeren. Dat is waarom het al nu een compleet aanbod is. Precies, maar er zit nog heel veel handmatig in. Ja. Hoeveel bedrijven heb je dan ongeveer inmiddels geautomatiseerd? Op het moment dat die in de database staat, dan kan het al redelijk automatisch. Dus we hebben daar niet enorm veel werk nog aan. Ja. Het platform werkt op zo'n manier dat redelijk geautomatiseerd is. Maar er moet wel eerst toegevoegd worden aan de database, dat wel. Ja, en dan vanuit de familie geredeneerd. Jullie vragen waarschijnlijk een overlijdensakte. Ja. Inloggegevens. Nee, dat niet. Nee? Kan dat echt zonder? Nee. Ja.
Ja. Ja, maar dat is ook iets wat we echt zagen, is dat heel veel mensen weten dat allemaal niet. Dus je, daar, ja, dat is een reden dat heel veel mensen er zo lang over doen, want ja, hoe kom je erachter? Niet iedereen heeft lastpas of iets dergelijks. Ja. Nee, dus met de overlijdensakte zijn wij in staat om alles te beëindigen. Ja, ja, dus je hoeft ook heel veel niet te automatiseren op de manier die wij misschien dachten. Want ik dacht inderdaad ook, je moet automatisch kunnen inloggen bij Twitter, bij wijze van spreken. Nee, en dan niet kunnen opzeggen. Maar zeg dat delete account, maar ja, je doet het op een andere manier. Ja. 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 En voor de buitenlandse partijen, want Ewen zei het net al, als ik heb dat ook als ik aan mezelf denk, ja, weet ik hoeveel abonnementen lopen bij allerlei buitenlandse partijen die je Nederlandse overlijdensakte niet kunnen lezen, beoordelen. Hoe werkt dat? Dus partijen zoals social media, et cetera? Nou, Dropbox, ja, weet ik veel. Ja, op dit moment hebben we daar nog geen problemen mee, eerlijk gezegd. Dus die doen, zeggen we op en die accepteren ook gewoon Nederlandse overlijdensakte. Ja. Dus ja, dat geldt wel voor, natuurlijk voor de grote spelers, de ja, Facebooks en de Netflix en dat soort partijen. Ja. En voor allerlei kleinere diensten werkt dat niet zo, denk ik. Nee, ja, wellicht niet, maar dan is het weer een kwestie van dat wij hun gaan benaderen en ja, ja, dus echt die samenwerking aangaan. Ja. Hoeveel, in wat voor stadium zitten jullie qua, met jullie bedrijf? Hoeveel van dit soort dingen hebben jullie inmiddels afgehandeld? Want ik merk dat je nog best heel veel dingen handmatig doet. Dat kan ja, natuurlijk in zo'n beginfase, moet je dat ook doen. Ja. Want je wil het aanbieden. Maar in welk stadium zitten jullie wat dat betreft? Ja. We zijn heel kort bezig, een jaar. Maar ja, ja, heb je een paar honderd dingen, overlijdensgevallen afgehandeld? Of een paar duizend? In welk, nee, dus we zijn sinds juni zijn we echt live. Ja. En dan zijn we dus met de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland live gegaan. Ardanta. Die biedt het ja, nu aan. Dus de exacte aantallen weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat is om een indicatie te geven. Dus zij hebben ongeveer 60.000 overlijdens per jaar die zij afhandelen, die zij verzekeren. Ja. En zij bieden het nu aan hun aan, zeg maar. Dus ja, want hun klanten kunnen bij jullie dat gratis doen. Ja. Maar dat zijn dus vele duizenden mensen per maand. Ja, en ja, KPN die heeft het nu sinds deze week op hun website staan. En daar ja, zien we ook echt dat echt enorm helpt. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Dus je kan, op het moment dat je nu bij KPN ja, een overlijden wilt melden online, dan krijg je echt de vraag van, goh, wil je niet naast KPN ook nog andere bedrijven informeren? Want dan kan je dat gewoon via Closure doen. Ja. Hey, maar Johan Schaap hoort dit en vraagt zich af, ligt het managen van abonnementen en het doen van aanbiedingen tijdens het leven ook niet? Is dat ook niet een logische stap? Misschien een ander, moet het bedrijf anders noemen. Maar als je toch al contact al met al die partijen. Ik wil eigenlijk ook wel dat jullie al die dingen die ik nu heb voor me opzeggen, zeg maar. Ja, dat is een logische stap, absoluut. Ja, als het eenmaal staat. En, ja, dat zou, als dat, jullie die contact op orde hebben, ja, dan zou je daar een ander merk naast kunnen zetten die dat ja, zou kunnen doen. Ja, want ja, dat is inderdaad eerst. Maar eerst die contacten, dat netwerk moet eerst groeien. Ja. En dat is ook wel het mooie aan het platform. Het is echt een netwerkeffect, want elk bedrijf die zich aansluit. KPN die profiteert van de meldingen die wij bij hen doen, want dan kunnen ze kosten besparen. Maar ook op het moment dat zij overlijdens doorsturen naar ons, of nabestaanden doorsturen. Als elk bedrijf dat gaat doen, ook profiteren ze van elkaar. Dus het is echt een netwerkeffect. Hey, maar ja, hoeveel mensen zijn jullie inmiddels? Want het klinkt als inmiddels een grote onderneming. We zijn nu met zes. Ja, en dat is nog goed te doen? Dat is nog goed te doen, ja. 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 En wat overkomt je? Want jullie hebben anderhalf jaar geleden, ik zeg maar wat hoor, maar jullie bestaan ruim een jaar. Anderhalf jaar geleden heb je met een vriendin ja, zo'n idee. Hoe gaat dat dan? Want van idee naar platform, ja, dat is wel, dat ja, lukt niet veel mensen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ik schat aan ideeën geen gebrek, hè? Maar naar executie, dat is natuurlijk ja, ja, dat is ook uitdagend. Maar ik denk, ja, wij waren allebei heel erg enthousiast erover. En toen heb ik allebei gezegd, we gaan onze baan opzeggen. Dus we zijn er fulltime ingestapt samen. Wat voor werk deed je? Ik was consultant bij InOP. Dat is een consultiebureau op het gebied van betaling en digitale identiteit. Ja. Dus ook dan weer een beetje relatie met dit natuurlijk, digitale identiteit. Nou, dus wij vonden allebei, wij hadden echt zoiets van, volgens mij zit hier echt iets in. En we gaan er gewoon volledig voor. En wat heb je uiteindelijk te verliezen? Want ja, we hebben nog niet heel veel verplichtingen zelf. Geen hoge hypotheek. Nee, gelukkig nog niet. Nou ja, en toen dan ga je aan de slag. We hebben ook nog een Bart aangehaakt. Bart Vaag is onze ontwikkelaar. Dus die is ook na een paar maanden ingestapt. En we zijn met z'n drieën dus gaan helemaal op gaan bouwen.
Ja, er gebeurt echt van alles. Want je weet nog heel veel dingen niet. Dus je leert enorm veel over wat moet nou een bedrijf, wat doe je eigenlijk als je een bedrijf start. Ja. Dus ja. Heel veel van geleerd. Dus jij bent door de bootcamp terechtgekomen of niet? Nee. Oh nee, in Utrecht. Bij, Utrecht, hoe heet die ook weer? Utrecht Inc. Ja. Wat hebben jullie daar geleerd? Nou, zij helpen je heel erg om echt begrip te krijgen van een beetje de lean startup methode. Dus dat je alles elke keer valideert. Dus heel veel meet en dat je dan niet alleen maar zelf aannames gaat doen en dan maar daarvoor voor gaat. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En dat je ook in staat bent om een pivot te doen. Want het eerste idee wat we hadden, echt puur naar de nabestaanden en betaalde service, daar starten we mee. En inmiddels hebben we echt zoiets van, nou, als dat het enige was geweest, hadden we ook misschien de lol er niet echt in gezien. Want wij vinden het juist heel interessant dat het echt een tweezijdig platform is. En met een netwerkeffect. En daar gaan wij juist, daar worden wij heel enthousiast van. Ja. Dus denk dat. En ook voor een netwerk. Dat is Utrecht Inc. Verbind je met heel veel adviseurs, coaches, maar ook samenwerkingspartners. Ja. Ja, Jeroen Verkroost, die vraagt op Facebook, die zit daar te kijken, betaalt een bedrijf per geval of een vast jaarlijks bedrag? De bedrijven waar jullie voor dit aanbieden? Nee, die betalen per geval. Maar het is wel een staffelmodel. Dus ja. In principe 30 euro per melding. Maar op het moment dat er meerdere meldingen gaan zijn, dan gaat het omlaag. Ja. Hey, heb je concurrentie? Zijn er andere partijen die iets vergelijkbaars doen? Nee, niet op de manier dat wij doen. Nee. Internationaal ook niet? Nee. Dat is ook bijzonder. Ja, het is wel partijen die zich ook richten op het opzeggen van abonnementen, maar niet hetzelfde businessmodel. Oké. Dus wel concurrenten in die zin, partijen die dat bieden voor particulieren? Ja, dat wel, ja. Ja. Maar die hebben niet de slimme insteek van jullie gekozen. We gaan de bedrijven worden belangrijk voor ons. Ja, ja. Nee, ja, klopt. Maar noem er eens een paar, want ik zei net al, ik herinner me zo'n app waar je je social media accounts kan opzetten. Wat zijn jullie grootste concurrenten dan in het consumentensegment? Ja, in Nederland heb je dan de opzegdienst. Ja. Dat is een partij die bestaat al sinds 2006. Ja. En iFinish, dat zijn de twee partijen waar ik van weet. En in Duitsland heb je Columba, ja. Dus dat is ook een grote partij. Hey, vanuit de nabestaanden gezien, zitten daar nog verschillen in tussen die verschillende partijen? Dus je noemde het businessmodel is anders, oké. Maar ja. Waarom zou ik als nabestaande zeg maar, voor jullie kiezen en niet voor die anderen? Ik denk als je kijkt naar... Ja, goed, ik wil dan het is een beetje concurrentie afvallen, maar dat is niet mijn bedoeling. Nou ja, wat maakt jullie nog beter? Ja, precies. Ik denk dat het één ding wat belangrijk is dat dit echt onze focus heeft. Dus onze business is echt alleen maar de abonnementen beëindigen. Dus daar en niet zaken eromheen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk ons team, dus dat wij en de technologie ook in huis die we hebben. Dus wij zijn gewoon heel erg gemotiveerd om dit een succes te maken. En dat zie je ook in hoe we het doen, denk ik. Roland vroeg, in het buitenland ook niet, wat zijn vragen? Wat zijn jullie ambities als je Nederland op de kaart hebt? Wat dan? Ja, we zijn momenteel toevallig ook met een Duitse partij, een Belgische partij aan het spreken, sorry. Dus dat is natuurlijk een kleine, relatief kleine markt, maar dat is wel de stap richting Frankrijk, want je moet natuurlijk ook in het Frans doen. Maar we zien ook zeker potentie in Amerika, want dan heb je gelijk een hele grote markt te pakken. Dus ja. Dat is wel onze ambitie uiteindelijk om daar ook heen te gaan. Als we het daarover hebben, dan spreken we natuurlijk vaker met partijen over internationalisering, uitbreiding, et cetera. Ja. Dan gaat het al heel snel over cultuur, hè? Dat het cultuurverschil het ingewikkeld maakt. Ja. Weet je daar al iets van? Stel dat je nu naar Amerika zou gaan, is de cultuur daar anders als het over dit soort dingen gaat? Zou je het anders moeten aanpakken of kan je het gewoon uitrollen op dezelfde manier? Dat vind ik lastig, want we hebben er nog geen onderzoek naar gedaan. Dus dat zijn puur, is het puur mijn eigen De validatie moet nog volgen. Ja, exact. ik zou zeggen dat het probleem hetzelfde is. Je ziet ook wat in Amerika, daar hebben we toevallig ook een keer een blog over geschreven, is dat zij heel veel wat daar vaak voorkomt is dat mensen overleden worden verklaard, terwijl ze dat niet zijn. En dan kunnen ze daar echt niks meer krijgen. Dus dan wordt hun BSN als het ware afgeschermd en kunnen ze niet eens meer een bankrekening openen. En door wie worden ze dan overleden verklaard? Ja, door een instantie die een register bijhoudt met overledenen. Ja. En als je daarin komt, dan ben je eigenlijk Ben je dood. Ben je dood, ja. Dus dat,
Ja, dus dat is wel interessant. Dat is weer een groot probleem daar. En wellicht dat wij daar ook nog op kunnen inspelen. Want daar zien we wel nog haakjes. Want op een gegeven moment hebben wij natuurlijk ook een soort register als je hetzelfde toepast in Amerika. Ja. Zouden we dat kunnen aanbieden? Als je zou willen uitbreiden naar het buitenland, heb je meer mensen nodig, et cetera. Hoe kijk jij daarna? Hoe zie je eigenlijk, even beginnend bij, wat zijn jouw ambities voor de komende paar jaar? Ik zou zeggen dat wij... nou kijk, het platform, de technologie, dat is echt, dat kunnen we zo uitrollen. Dus we hebben uiteindelijk echt goede salesmensen daar nodig. En wij hebben alle, Cachella en ik hebben allebei de ambitie om ook daar zelf bij betrokken te zijn. Dus ik zou zeggen over 2 jaar naar het buitenland, waarbij wij samen met lokale mensen, want ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor het netwerk, het platform in bijvoorbeeld Amerika zullen gaan uitrollen. Hey, en financiering, want zo'n bedrijf opbouwen kost ontzettend veel geld. In het begin verdien je ook niks. Hoe hebben jullie dat gedaan? Zelf ingelegd. Investeerders en leningen. En wat voor soort investeerders? Vertel daar eens wat over. Angels zijn dat. Angels. Ja. En hoe is dat tot stand gekomen? Was dat ingewikkeld? We zitten toevallig nu precies in het traject. Dus ik kan er ook niet te veel over loslaten, want het is nog niet... Je zit er precies in die fase. Ja, en zijn dat de informele contacten? Ja, zijn we allemaal informele. Ja. Ja. Dus eigenlijk op allerlei plekken ontmoet. En ook hele diverse mensen zijn het. Maar wel altijd wel informals inderdaad. Het is gewoon nog te vroeg om echt met een venture capitalist in zee te gaan. Ja, precies. Maar tot nu toe hebben jullie het zelf gefinancierd. Ja. Toen ik zat te kijken wat jullie doen, zat ik me eigenlijk 1 ding af te vragen. En ik vroeg me af hoe jullie daarin zitten. Ik weet ook, toevallig uit mijn eigen omgeving, dat er best een aantal mensen is die hun zelf wil bepalen wat er met dingen gebeurt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld social media accounts. Nou, ik wil helemaal niet dat mijn Facebook account gesloten wordt, want er staat heel veel waardevol materiaal op. Ja. En post voor mij maar een laatste bericht. Zo van, hij is dood. Ja. En laat het gewoon lekker staan. Kan ik dat nu bij jullie al aangeven? Als ik juist niet wil dat mijn nabestaanden... Dat opzeggen? Ja? Ja, nog niet, maar dat willen we wel naartoe bewegen. Want we horen die vraag, krijgen we wel vaker. Wat je wel tegelijkertijd ook ziet, want we hebben hier wel ook echt naar gekeken van, goh, hoe gaan we het nou in de markt zetten? Maar je ziet toch dat heel veel mensen niet over hun dood willen nadenken tot het zover is. En je ziet heel veel initiatieven, ook een digitale kluis van slaat alvast op. En veel uitvaartverzekeraars zitten daar ook in. Maar hoe doe je dat dan met nabestaanden? Zeg je van, nou, denk wel even goed na. Want je zegt, ik wil het eigenlijk geautomatiseerd afhandelen. Maar vind je eigenlijk niet dat je mensen zou moeten zeggen van, god, denk daar nou eens even over na. Want in mijn geval, ik kan mijn Twitter-account wel opheffen, maar dat is wel 10 jaar van mijn leven. Ja. Het is ook alsof je je fotoalbum vernietigt. Ja, dat is waar. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat denk ik, die keuze ligt wel bij de naamstaande. Ik kan me voorstellen dat mensen daar in de stress van een overlijden niet zo goed over nadenken. Is het eenmaal opgeheven, is het weg. Ja, dat is zeker waar. Ja. Daar hebben we nog, dat vind ik een goed punt. Ik denk dat we dit mee gaan nemen om te kijken wat we mee kunnen doen. Ja. Want we belichten wel mensen voor, maar inderdaad, misschien kunnen we dat nog verbeteren. En Johan vraagt ook nog, Schaap, die zegt van, hoe zit het met waardevolle zaken? Een bitcoin op een buitenlandse exchange, voor je het weet zit je in testamentvraagstukken. Waar zie jij, waar komt voor jullie, komen de complexe dingen? Ja, bitcoin is natuurlijk een heel ander verhaal, want daar is anonimiteit ook heel belangrijk. Dus dat is ook niet, heel veel mensen weten niet eens van de ander dat ze bitcoin waar moet hebben. Jij de brief naartoe sturen? Ja. Dus daar zijn we ook nog mee bezig. Daar hebben we wel naar gekeken. Want op een gegeven moment is het van, kunnen we dat er ook nog bij halen, bij betrekken. Maar dat is natuurlijk wel, dat is wel echt een stap verder. Mm-hmm. Waar ligt de grens? Wij gaan ons niet mengen in financiële stromen. Dus het is ook niet dat wij, bijvoorbeeld als een bank opgezegd wordt, dat het op een of andere manier het via ons gaat. Dat absoluut niet. Dus dan bij de complexe vraagstukken doen wij de melding bij een bedrijf en zeggen we ook tegen het bedrijf, neem contact op met de nabestaanden. Ja, maar ik zag wel ook dat jullie bieden, dat vond ik wel hoopgevend, vanuit mijn vorige vraag, dat jullie ook aanbieden om abonnementen over te zetten op een andere naam. Dus ik zou kunnen zeggen, als iemand in mijn omgeving overlijdt, van goh, hef dat Facebook-account niet op, maar geef het aan mij, zodat ik het kan beheren. Ja, maar als Facebook weer een... Dat willen ze weer niet waarschijnlijk. Dat mag niet, inderdaad. Nee? Dus je mag als je niet de inloggegevens hebt, mag je nooit... Ook niet met een overlijdensakte? Nee, op geen enkele manier. Wat wel kan, is het omzetten naar een herdenkingspagina. Dus dan blijft eigenlijk alles intact.
Ja. Maar je mag nooit namens die persoon gaan posten als je niet de inloggegevens hebt. Wat ik persoonlijk ook heel terecht vind. Want... zit wel wat in. Ja, ja, ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee, terecht, denk ik. Dus, ja, ja, maar die optie bieden dus wel van zet het om in een herdenkingspagina, want dan kan je wel nog gewoon alles inzien inderdaad. Ja. Ja. Het lijkt me nog best wel complex. Het lijkt me heel complex, maar ja, dat, als je complexe problemen simpel maakt, dat is de beste, zijn de beste bedrijven. Ja, bijvoorbeeld, ik denk dan van ja, weet je, mijn leven staat op gedeeltelijk op Twitter, maar ook als je... mijn nabestaande een briefje naar een Dropbox sturen van nou, kill die account. Maar ja, je weet niet wat je weggooit. Nee, er staat een terabyte aan foto's, documenten, alles wat ze nodig hebben zit in mijn Dropbox account. Ja. En dat gooien jullie dan weg. Ja, maar Dropbox is inderdaad wel, dan wel weer een geval apart natuurlijk. Want dan, daar sla je heel veel dingen op. Dus dan zouden we wel adviseren om het eerst eraf te halen voordat je... het pijnigt. Ja. Ja, ik kan me nog voorstellen dat voor zeg maar onwetende mensen een hele goede... ik zag dat jullie best wel een uitgebreide Q&A hebben, maar een hele goede Q&A waarbij per dienst ook uitlegt waar mensen dat voor gebruiken. Want ik zou me zo maar voor kunnen stellen dat het heel vaak voorkomt. Ja. Dat, dat partners geen idee hebben wat dat is. Ja. En die denken van ja, ik zie wel 100 euro per maand wordt van die creditcard afgeschreven, of per jaar. Gewoon opheffen die handel, maar geen idee hebben wat erop staat. Eens. Maar dat is denk ik juist ook weer het mooie, want wij kunnen ook die informatie bieden. Want ik denk heel veel mensen inderdaad, hoe het nu gaat, voor veel mensen gaan dat langs en die zeggen gewoon sluit allemaal. Terwijl wij juist die informatieve functie ook hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk juist wel fijn dat we dat nabestaanden daar ook bij kunnen ondersteunen. Ja. Ja, gaaf. Ik vind het super mooi. En zo snel, zo hard, zo ver met partners en KPN aangaan. Ik vind het echt super knap. Dank je wel. Ga zo door. Ja. En kom over een jaar of over 2 jaar nog een keertje langs om te kijken hoe het met jullie gaat. Mooi verhaal, mooi initiatief. Dus veel succes ermee. Dank je wel. Dank je wel. Heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors. De sponsor Bier & Co. die is overgenomen door een... zijn ze verkocht? Een familie van bierbrouwers. De naam ben ik eventjes kwijt. Kunnen maar we misschien krijgen we wel biertjes? Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk allemaal met nieuwe eigenaren. Dat weet je niet. Het kan het laatste biertje wel eens uitsteken. Al wat we van Bier & Co. hebben. Je weet het allemaal niet. Nou, dat zou zomaar de laatste uitzending kunnen zijn. Nee. Jetstream, die verzorgt voor de livestream, bestaat volgende week 15 jaar. Oké. Ook bijzonder. Ook bijzonder. Ja. We hebben nog meer PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zenden hier vandaan uit. Dat doen we iedere dinsdagavond 2 keer. Dus kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat dat voor al die uitzendingen van de afgelopen 2 jaar op zijn minst geldt. Dank. Dag.